Hey mensen, op Instagram, Twitter en Facebook had ik gevraagd om vragen in te sturen voor een Q&A, omdat er best wel veel volgers en abonnees bij zijn gekomen. Helaas kreeg ik er op Instagram maar liefst 1 binnen, dus dat faalde nogal. Maar gelukkig heb ik nog 3 andere binnengekregen via WhatsApp. En ik zeg alvast, laat de vragen voor de volgende Q&A achter in de comments. Wie weet beantwoord ik jouw vraag de volgende keer. Op naar de vragen. En ik denk dat ik er wel een lang antwoord aan kan vastknopen, want het zijn best wel uitgebreide vragen. En ik heb ze hier opgeschreven. De eerste vraag die is van mijn beste vriendin Lisha. En haar vraag is, als je niet emo scene was, welke stijl denk je dat je anders zou hebben gevolgd? Dus, oftewel mijn tweede favoriete stijl. Nou, ik zou je zeggen, ik heb werkelijk geen idee. Ik denk dat ik alsnog wel alternatief was geworden. En ja, misschien dan juist op een hele andere manier. Ik weet het niet. Voor de rest vind ik andere stijlen vaak niet zo boeiend. Anderen staat het vaak wel, maar bij mezelf vind ik het dan niet passen. En ja, ik denk dus dat ik alsnog alternatief was geworden. Maar misschien op een andere manier. De vraag van Nadia sluit daar ook gelijk mooi bij aan. En haar vraag is, welke leeftijd kwam je erachter dat je anders was? Tussen aanhalingstekens, dus anders. Oftewel alternatief dus. Op mijn 15e eigenlijk een beetje, denk ik. Want toen begon ik heel erg te experimenteren met kleding. Want ik wist nog niet zo goed wat mijn stijl was en wat ik leuk vond. En op een gegeven moment, ik weet niet hoe ik daarop kwam, maar ik kwam plaatjes tegen op Google toen ik totaal iets anders aan het zoeken was. En dat waren dus plaatjes van emo scene meiden, zeg maar. En omdat ik ook al grotendeels die muziek een beetje luisterde, dacht ik van, hey, dit ben ik. Dit is de stijl die ik leuk vind, dit is wat bij mij hoort. En toen kon ik moeilijk mijn hele garderobe in 1 keer om gaan switchen. Dus dat is stapje voor stapje gegaan. En ja, dus steeds weer nieuwe kleding kopen en andere kleding weer wegdoen. En dat doe ik eigenlijk nog steeds. Dus ja, mijn alternatieve kledingkast is nog steeds aan het groeien, bij wijze van. Jasmine vraagt wie mijn grote voorbeeld is qua het bloggen en YouTube. En dan zijn er eigenlijk meerdere. Mijn blogvoorbeeld is namelijk een Noorse blogger. En zij heet Fue. Eigenlijk heet zij Emilie Nering. Maar haar blognaam en nickname is Fue. En ik ontdekte haar blog eigenlijk al zo'n 5 jaar geleden, denk ik. Toen zij nog niet eens zo heel lang begonnen was. Maar zij is in een korte tijd echt heel groot geworden in Noorwegen. En ik vond haar heel erg leuk. Ik vond de stijl, hoe zij schrijft, ook heel erg leuk. En ze praat voornamelijk over haar dagelijks leven. En juist dat persoonlijke vond ik heel erg leuk. Dus dat is eigenlijk wel een beetje inspiratie geweest voor mijn blog. Dus ik probeer het persoonlijk te houden, maar ook weer niet te persoonlijk. Maar als je het echt over alternatieve personen moet hebben, en dan voornamelijk qua YouTube, dan zou ik zeggen Moa. En dat is een Zweedse, ja, scene girl. En ja, ik ben gestopt met haar blog te volgen, want ze plaatst eigenlijk de hele tijd maar berichten van een paar zinnetjes. Maar haar video's vind ik wel heel erg leuk. En ik denk dat zij wel enigszins een voorbeeld voor mij is, maar ik volg echt heel veel YouTubers en heel veel blogs. En van iedereen haal ik wel een beetje inspiratie, want ja, zo kom je eigenlijk altijd wel weer op nieuwe ideeën, maar ga je er toch zelf een andere draai aan geven. En als laatste vraagt Max, hoe zie jij jouw leven in de toekomst? Ik heb echt geen idee. Wat ik hoop is dat ik na mijn studie mij volledig kan richten op mijn blog en mijn YouTube kanaal. En daarnaast freelance werk kan doen voor andere bedrijven. Want ja, dit is wel hetgene wat ik het leukst vind om te doen. En hier haal ik ook heel veel plezier uit. Bovendien, een vaste baan in de journalistiek, dat krijg je eigenlijk nauwelijks meer. Dus vandaar dat ik het dan zo op wil lossen. Maar voor de rest, ik heb geen idee hoe ik mijn toekomst verder zie.
alleen op het gebied qua werk. Dit waren al de vragen die gesteld zijn. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen, te abonneren, een kijkje te nemen op mijn website www.floorflawless. En ik zie jullie de volgende keer weer. Doei!